Yo, kids van GamerMax, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. En vandaag zijn we op Mindtopia en vandaag zijn we niet zomaar ergens. Vandaag is een hele speciale video. Zoals jullie zien in de titel, ja, het staat er al. Ik kap ermee, ik stop ermee. Ja, ik stop er inderdaad mee en natuurlijk niet met Mindtopia zelf, mensen. Maar er komt iets heel speciaals aan. Zoals jullie weten heb ik een paar maanden geleden de veiling gemaakt. En heb ik gezegd, na een aantal veilingen ga ik die verkopen. Of weggeven. Dus in ieder geval mensen, dat gaan we dus doen. Ik ga ermee stoppen met de veiling. Het is leuk genoeg geweest. We gaan dus verkopen of weggeven. Dan kijk nog wel even. Als je interesse hebt, kan je altijd even een reactie achterlaten. En het lijkt hem hier volgens mij. Holy shit. Wow, 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 wow. Holy shit, het lijkt hem even. Dus ik space de alle kanten op. Nou, in ieder geval mensen, we stoppen er dus mee. Ja. Is natuurlijk jammer. Ik ga nog even informatie vertellen hoe jullie dit kunnen krijgen, kopen, weet ik wat allemaal. Dus in ieder geval, ja, dit was dus het einde van de veiling voor mij. Dus ik ga jullie alles laten zien wat je dan koopt in principe of krijgt. Dus ja, laten we beginnen bij het kantoorgedeelte. En ondertussen vertel ik eventjes, ja, wat je... ik heb PvP up. Nee, dat gaan we niet doen. Even kijken, ik was even afgeleid. Ik ga jullie vertellen hoe je het kan doen, hoe je het kan winnen, hoe je het kan kopen. En ondertussen laat ik alles zien. Nou, dit is de inleverbalie. Hier heb ik normaal gesproken dus de items in liggen, die worden ingeleverd. Dan heb je hier kantoortjes van, bijvoorbeeld hier werkt de Matisse. En dan heb je hier een kantoortje. Hier is mijn eigen kantoor. Prima kantoortjes. Je hebt vier van deze grote hierboven en aan de andere kant. En deze kant is een spiegelbeeld van de andere kant. Want je hebt boven precies hetzelfde. Kijk maar eventjes. Hier weer zo'n groot kantoortje, weer zo'n kleine. In ieder geval, ja. Hop, hop. Dat is dus precies hetzelfde aan de andere kant. Kan ik wel even laten zien. Ik heb precies hetzelfde. Klein kantoortje, groot kantoortje. En dan heb je hier de grote tuin. Hier heb je gewoon een tuin midden in het winkelcentrum. Natuurlijk hier de opslag. Keiveel kisten. Dus kisten genoeg voor... wat heb ik hierin liggen? Volgens mij helemaal niks. Ik had hier wel wat in liggen. Dat weet ik zeker. Nou, dit is dus weg. In ieder geval, dit is dus heel handig voor opslag in ieder geval. En dan in ieder geval, ja, dit was dus het inlevergedeelte / kantoren. In ieder geval mensen, als je het koopt, je kan een bot achterlaten in reacties of een heel goed plan. En dan kijk ik vanzelf iemand. Dus ja, laat vooral achter, ja, wat je, als je er geld voor wil bieden. En ja, als je het misschien gratis wil hebben, dan moet je met een heel goed plan komen. Dus laat het vooral achter in reacties. En dan ga ik jullie even de rest laten zien wat je kan krijgen / kopen / winnen. In ieder geval, heb je hier een barretje. Ga hier naar de VIP. Dan kan je hier VIP tribune dingen en zo. Hier heb je een bar. Hier heb je VIP. Hier heb je VIP. Dit heeft me in totaal 4 miljoen, 5 miljoen gekost of zo, deze dingen. Dus het is aardig wat waard, zoals je ziet. Ja, dus je moet eigenlijk wel een heel goed plan kopen als je het nog gratis wil hebben. Dus ja, eigenlijk kan, maak ik dik verlies op. Want ik heb zoveel heb ik er niet op verdiend, aangezien ik, ja, er niet zoveel tijd voor heb gehad. En dat is ook de voornaamste reden dat ik er eigenlijk mee, ja... mega stoppen / verkopen. Dus ja, dat is eigenlijk de grote reden. Ik heb er gewoon geen tijd voor, helaas. Het is heel veel werk om die spullen aan te nemen. Veilig gaat er nog wel, maar het aannemen is vooral, ja, best veel werk. Dus ja, dat is ja, een best grote reden, vind ik zelf. Nou, hier heb je dus de tribune, mensen. Moet je maar eens kijken. Hier, hop, hop, hop. Past er zeker 100 man plus VIP. Kan ik even het podium laten zien natuurlijk ook nog. Nou, hoppakee. Allemaal kisten, wie is dat? Ik weet niet. In ieder geval allemaal kisten voor opslag voor de spullen tijdens de veiling. 5 armor stands, genoeg plek. Hierdoor doe je een visje erin bijvoorbeeld. 2 visjes. En dan komt het bij de kassa uit. Ga ik ook laten zien. Hoppakee. Dan gaan we even naar de kassa toe lopen. Kijk, hier heb je de kassa. Oh nee, dit moet ik nog laten zien trouwens. Hier kan je de spullen ophangen die er geveld worden. Kan je een mooie show aan de mensen die komen. Dan weten ze een beetje wat er, ja, wat er verkocht gaat worden. Dat is natuurlijk wel handig om te weten. En hier heb je niks aan de hand. Hoi. Ik weet niet wat ik kan doen. Misschien geld ophalen. Nou. Kan je dus items ja, ophangen. Hier hebben wij trouwens ja, spullen liggen voor de VIP. Bij ons als je VIP kocht kreeg je niet alleen een biertje. Kreeg je ook nog een golden apple erbij. Een extra beetje extra service. Politie zelfs. Politie! Wat kan de politie doen? Nou, we gaan rustig verder met dingen. Nou, hier heb je de kassa. En ja, kan je pinnen. Kan je betalen. Maar hier kan je ook je geld ophalen. Zoals je ziet hebben wij... een boekje liggen met het item. Bijvoorbeeld deze is al opgehaald en deze is nog niet opgehaald. Nou, dan ligt hier het geld klaar voor de mensen om het op te halen. Willen ze iets?
Wat wilt hij? Ik weet niet wat hij wilt. Wat is er? Zit in Vit XD. Well, ik weet niet wat ze willen. Nou? Hallo, nou hallo. In ieder geval, hier komen dus de dingen uit die... Kijk, zoals je zag, ik heb de visjes erin gedaan. Die komen dus hier uit de spullen. En dan verkopen we die hier aan de kassa. Nou, dan heb je hier nog een extra opslagje. Hier pleurde ik alle boekjes in die allemaal klaar waren. En ja, vooral dat allemaal. Dus ja, dan heb je hier nog een extra opslag. Dit gebruik ik meestal als kluis voor het geld. En ja, de belangrijke kleding van mezelf. Privé opslagje eigenlijk. En dan was het eigenlijk al. Ja, was het al. Het is eigenlijk natuurlijk mega groot. Even, kunnen we dit halen? Kunnen we het halen? Oh my god. Oh, ik dacht echt dat ik vast zat. Oh, ik schrok me kapot, man. Ik schrok me kapot dat ik vast zat. Nou, in ieder geval, zoals je ziet, het is gewoon de hele bovenste verdieping van het winkelcentrum. Kijk eens aan, je zit best hoog. Het is vlakbij alles, in principe het middelpunt van de heel. Iedereen weet het wel te vinden, dus een goede punt voor veiling natuurlijk. In principe iedereen kent de veiling ondertussen al. Ik heb hier best veel veiling gehad, dus ik heb ongeveer, ja, hoeveel draai je omzet? Misschien 300-400k winst per veiling, misschien iets minder, misschien iets meer af en toe. Dus dat is een beetje de gemiddelde, ja, winst per week. Om winst en niet omzet is 4 of 3 miljoen. Dus de winst is dan 400k ongeveer. Dus dan weten jullie dat ook als je dit gaat runnen. Het levert ongeveer 400-300k per week op. Als je het goed doet, als je het niet goed doet, misschien iets minder. Als je het heel goed doet, misschien iets meer. Dus dat is een beetje wat je verdient. Dus stel voor je koopt het voor 3 miljoen, 4 miljoen. Dan 10 veilingen, dan heb je het ongeveer terugverdiend. Dus eigenlijk is het een heel goed, ja. Een van de beste dingen om geld mee te verdienen is een veiling natuurlijk. Maar ja, je moet er de tijd voor hebben en dat had ik helaas niet meer. Dus in ieder geval, ja. Wil je dit dus winnen slash kopen? Als je het wil winnen moet je wel iets, een heel goed plan achterlaten in de reacties. Als je het wil kopen kan je een bot achterlaten. En een beetje plan wat je ermee gaat doen. Laat dus ook een heel duidelijk plan achter. Ondertussen ga ik even naar de portal naar Cosmopolitan lopen. Want we hebben natuurlijk in Cosmopolitan mijn appartement. En daar liggen nog heel wat kleren. En een paar video's terug, als hij de 1000 likes had gehaald, dan zou ik daar kleding gaan weggeven. In ieder geval, dat komt er ook dus nog aan. Dus houd mijn kanaal vooral in de gaten. We livestreamen natuurlijk ook heel vaak. Dus check gewoon mijn kanaal. Houd de notifications aan. Dat is het belletje. Als je dat niet aan hebt staan, druk even op het belletje naast abonneren. Dan krijg je meldingen als mijn video er komt. Meestal komt die op Mindtopia. Ik heb zo'n beetje een schemaatje. Meestal op maandag, woensdag of vrijdag om 3:30. Meestal. Het is altijd letterlijk om 3:30 de Mindtopia afleveringen. Dus meestal op, gewoon door de week. Meestal maandag, woensdag of vrijdag. Een van die dagen, dinsdag of donderdag, zal niet zo heel vaak zijn. In ieder geval, check dus om 3:30 als je het belletje niet aan hebt staan. Het kanaal, als je natuurlijk op de hoogte wil blijven. En dat is dus een beetje de mededeling. Ik stop ermee, dus ik stop met de veiling. Heel veel mensen hadden het denk ik niet verwacht, want ja, het liep best goed. Maar ja, ik heb er dus echt geen tijd meer voor. En ja, wow, geheime kist. Wat? Geheime kist! Ik zweer het je, geheime kist, man. Zal er wat in zitten? Nee, er zit niks in. Nou, we doen een revision. Voor de mensen die de geheime kist vinden. Als je deze video ziet, misschien zit er nog een revision. Nou, een visje zit erin. Nou, in ieder geval, ga naar de heel als je dit kijkt. En pak het visje uit de kist, kappen. Nou, dan was het al eigenlijk een beetje, mensen. Dit is natuurlijk goed nieuws voor jullie. Ja, het is goed en slecht nieuws. Want misschien... Misschien, je kan mij natuurlijk inhuren als veilingmeester. Dat kan nog altijd, dat ik er zelf blijf komen. Bouwbedrijf zoekt... Nou, als je nog werk zoekt, bouwbedrijf, de heel zoekt bouwers. Als je een beetje kan bouwen, kan je dus daar solliciteren. Zien we dus ook weer. In ieder geval, mensen, is misschien een beetje voor sommige mensen goed nieuws. Dat die denken, ja, dan kunnen we hem gaan kopen, de veiling. Of we kunnen hem winnen. Voor sommige mensen vinden het misschien jammer dat ik het niet meer doe. Maar misschien kom ik er nog wel te werken. Wie weet neemt degene die het overneemt gewoon alle werknemers over. Kan natuurlijk ook. Dat weet ik natuurlijk niet, maar dat kan dus. In ieder geval, laat eens achter wat ik ook moet gaan starten hierna. Want hierna heb ik dan natuurlijk geen werk meer. Helemaal geen werk, geen geld, geen inkomsten. Dus laat het even achter. Zoals jullie in de vorige video hebben gezien. Een gang kan ik starten. Want ik heb natuurlijk een plot in de Kaap gekocht. In de Krottenwijk, Sloppenwijk. Als je die video nog niet hebt gezien, check die ook even natuurlijk. Staat op mijn kanaal. Je kan natuurlijk de hele Mindtopia afspeellijst kijken. Als je allemaal wil weten wat ik heb gedaan. Dat is misschien ook wel een keer leuk. En... in ieder geval, dat was dus de video. Laat vooral achter wat ik hierna moet gaan. Misschien een fabriek maken, dat is ook wel leuk. Heb ik nog nooit gedaan, een fabriek misschien. Ja, fabriek lijkt me wel leuk.
staat deze gast hier met zijn, ik weet niet wat voor skin het is. In ieder geval, laat het dus even achter mensen wat ik dus moet gaan doen. Ja, in ieder geval, wil je dit dus winnen slash kopen, laat even een hele goede reactie zetten met een bot of met een heel goed plan. En dan was dit de video, mensen. Bedankt jullie voor het kijken. Doe even een like als je het nog niet hebt gedaan. Vergeet zeker niet te abonneren. En volg mij even op Twitter. En voor de mensen, ik zeg het nog wel een keertje. Ja, als ik het echt ga verkopen. En dan ja, zien jullie het vooral op Twitter of in een video. Of in een livestream. Ja, in ieder geval, ja. Dat was het, denk ik. En dan bedankt jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!